Een honderdtal eendjes, slechts een tien ervan zit een prijs. Voorzitter en prins van de ridders van Brunegerust Theo Wuits gaat hier zo meteen om 11:55 van het balkon van het stadhuis van Tienen gooien. De eendjes staan symbool voor de tienenaars, die ooit spottend kwijkers werden genoemd. De eendjesworm, dat zijn allemaal blauwe kwijkertjes, eendjes. Een eendje is het figuurtje van Tienen, zoals Manneke Pis van Brussel. Buiten verzamelen de kinderen onder het balkon, klaar om zoveel mogelijk eendjes te vangen. We gaan eendjes vangen en als iets in zit, kun je naar binnen gaan. En als we het gevangen hebben, dan krijg je een cadeautje toch of zo. Pak het, mijn kind. Stop. Wat heb je gevangen? Een eendje. En zit er iets in? Ja. En wat betekent dat? Dat ik iets gewonnen heb. Wie een papier in zijn eendje vindt, mag een cadeau uitkiezen op het stadhuis. Een beer, een grote beer. En dan nog voor mijn papa, voor ons zijn gsm te doen. Maar er is maar één hoofdprijs. Mooi. Mooi, hè, mama? Wat heb je gekregen? Een sleutelhangertje. En vind je het mooi? Ja. Alsjeblieft. Ook in de rest van Tienen valt van alles te beleven vandaag. De kermis strijkt neer op de grote markt en de jaarmarkt vult de straten rond het stadhuis. Je ziet elkaar nog een keer, anders heb je daar de tijd niet voor. En bij de jaarmarkt, dan kom je die en die tegen. Ik ben nu ook al verschillende mensen tegengekomen die dat ik ken. Dus ja, dan blijf je even praten en doen. En je gaat het als een koffie drinken. Gaan we hier nog iets doen? Nee. Een Valentijncadeau kiezen. Voor wie? Voor mijn liefje Michiel. Gewoon gezelligheid opzoeken, ja. Gezellig iets gaan drinken nog. En een dag is om, zeker bijna.